Jongens, welkom bij een nieuwe Hot Coffee Show. De show waar we wekelijks jullie stellingen of onze stellingen waar we maar net zin in hebben beantwoorden. Of tenminste, we gaan erover discussiëren. Naast me zit Salem. Yo. Wat ja? Is dit nu een soort van... Rad, dude. Is een soort van hoe je het wil uitstralen, hoe je bent als mens. Ja? Oké, okay. Nou, hartstikke goed. Het is Salem, dat is onze stagiair. Je doet het hartstikke goed. Dankjewel. Je bent leuk voor camera, ben je. Ja? Leuk ventje. Vind ik leuk. Ja, hartstikke goed. Salem is net als ik Rotterdammer, dus wij hebben altijd hartstikke veel lol. Hartstikke prima. Hartstikke mooi, man. Hartstikke mooi. Mijn naam is Peter. Leuk dat jullie er zijn. De mokken zijn leeg, maar dat maakt niet uit. De koffie is op. Maar we doen gewoon alsof. Maar het is allemaal nep. Het is allemaal television. Is ook. Heel dit kantoor bestaat. Nee, heel dit kantoor bestaat. Het is gewoon niet eens. Maar goed, Salem en ik zijn allebei hele grote fan van Assassin's Creed. Yes. Wij hopen jullie ook. Zo niet, dan moet je lekker stoppen kijken. Maar dat heb je ook wel gezien in de titel. Want we hadden het over de geruchtenmolen die inmiddels op gang is gekomen over Assassin's Creed. Salem, wat is er aan de hand in de wereld van Assassin's Creed? Nou, zoals Rick al zo mooi beschreef in het nieuwtje. Het is tegenwoordig een beetje traditie, maar een Assassin's Creed hoeft nog geen week uit te zijn. Of er is alweer een gerucht over deel daarna. En dat komt voornamelijk denk ik voorheen dat ja, als je een jaarlijkse release hebt, zit je eigenlijk op de release datum van de een helemaal niet zo ver van die andere af. Die staat natuurlijk al lang al in ontwikkeling. En dat is nu weer het geval. Tenminste, niet dat die per se dit jaar nog uitkomt, maar er gaan dus geruchten dat de volgende Assassin's Creed mogelijk naar Griekenland gaat. En dat zou iemand weten, omdat dat al in development was toen Assassin's Creed Origins zeg maar bijna af was, zaten ze al aan de tekentafel voor het volgende deel. En dat zou iemand intern bij Ubisoft gehoord, gelezen, geroken hebben. En inderdaad, een of andere gozer die bij Ubisoft werkt. Nou, de brand art director van Assassin's Creed, die vent, mind you. Yeah. Die plaatst een fotootje dat hij op vakantie is in Griekenland. En als dat je werk is, dan kan je niet normaal op vakantie zonder dat iedereen dan ineens denkt, hey! Dan gaan we naar Griekenland. Ja, we gaan naar Griekenland. Maar het is niet het eerste gerucht, want het was daarvoor een gerucht over Assassin's Creed Dynasty. Ja. Dat we naar de oosten. Misschien kan het over van mij, en hij gaat aan de verkeerde kaart. Naar het Drenthe gaan. Hoe lauw. Naar Drenthe. Naar oosten. Ja. Rest in vrede nog. Nu gaan we naar de Assassin's Creed. Assassin's Creed. Maar goed, ik word gebeld. Maar dan maakt het voor het verhaal niet uit. Weiger. Dat zou heel leuk zijn om uit Oost te gaan. Wat vind je ervan? Wat wil je? Wat wil je nou met de Assassin's Creed? Ik vind het, ik hoop niet Griekenland. Maar ik hoop wel heel erg Azië. Nee. Want een Assassin is in feite gewoon een ninja. Is ook. En ik denk dat dat heel vet is, dat je alles verninjaat. Dus dat je werpsterren krijgt en van die bivakmutsen. Ben ik helemaal met je eens, maar ik denk dat het hier weer een afweging is tussen gameplay en verhaal. En dat vindt Ubisoft heel moeilijk. Want we hebben ze. Echt moeite mee. De massa wil natuurlijk gewoon gameplay en zo min mogelijk modern day. Maar de fans, wat ook nog een aanzienlijk grote groep is, die vindt dat soort dingen die misschien de gameplay wat vertragen of soms wat saai maken zelfs, vinden ze juist heel vet, omdat je helemaal in die game zit. Dat moderne, dat uit die animus stappen, dat hoort erbij. Dat maakt Assassin's Creed. Assassin's Creed is niet alleen maar een beetje rondlopen in het verleden, vind ik. En aan de ene kant heeft mij zoiets van, Griekenland lijkt me vet, omdat ik graag zou willen dat we bijvoorbeeld doorgaan met de vrouw van Bayek. En dat we in dezelfde tijdsperiode blijven en dat we eigenlijk dat verhaal verder volgen. Bayek is de hoofdrolspeler van Assassin's Creed Origins. Yes. Voor de mensen. En zijn vrouw, spoiler alert. Zijn vrouw is een hele belangrijke assassin die ook in deel 2 al gereferenced wordt. Ik ben heel even de naam kwijt. Maar zij vermoordt uiteindelijk ook Cleopatra in de lore, et cetera, et cetera. En het is super vet om met haar dan naar Rome of Griekenland te gaan en wel in die oudheid te blijven. Ja. Tegelijkertijd is inderdaad wat jij zegt, het idee van een Assassin's Creed in Japan met ninja's is gameplay technisch denk ik fucking vet. Misschien wel vetter dan Griekenland, want Griekenland is weer een beetje dezelfde koek dan als Origins. Ja. Maar ja, als ik moet kiezen heb ik toch liever Griekenland. Ik wil toch even naar die hele conflict die Ubisoft met zichzelf heeft over die hele story-driven content, waar ze een soort van af willen, maar een soort van niet. Kijk, ik heb het idee dat je met story de beste trailers maakt. Met story kun je het beste hype. Kijk bijvoorbeeld naar The Division. De eerste trailer van The Division komt nu in beeld. And when it hit,
When it came down hard. En we fell. Was echt fantastisch. De hoofdvraag die gesteld was, werd: wat gebeurt er als er een dodelijke virus op ons geld zit? En wat gebeurt er dan met de wereld? Nou, die trailer die was fantastisch. En iedereen kreeg daardoor heel veel zin in de Division. Want die story was ongelooflijk vet. Want dan gaat iedereen dood en dan zitten we met z'n allen in New York. En hoe overleven we? Ja, een soort Walking Dead, maar dan... Zonder zombies. Zonder zombies. Ja. Toen kwam de Division uit en het bleek een heel erg gameplay georiënteerde game te zijn. Namelijk heel erg draaiende om op een MMO manier, weet je wel. Kleine dingen als, je kan niet een headshot plaatsen in de Division. Wat heerlijk zou zijn in zo'n spel. Doet meer damage, maar je moet 6 magazijnen vol pompen wil je dood hebben. Ja, precies. In eindbasis. Voor mensen die van singleplayer games houden en echt in die story willen, is dat dus best wel een deceptie als je je eerste trailer zo presenteert. Ja, want het verhaal was er wel, maar je kan nooit zo diep ingaan op een verhaal als je niet een... Ja, dat kan gewoon niet echt in MMO. Het blijft toch hangen. De andere kant is bijvoorbeeld Assassin's Creed 3. Mijn favoriete Assassin's Creed, die vond ik perfect de geschiedenis merged met de Assassin's Creed lore. Ging ook echt over de Amerikaanse burgeroorlog. Ja. Personen die echt hebben bestaan zaten erin, et cetera, et cetera. Ik weet niet wat Ubisoft wil. Ik heb het idee dat Origins, je hebt Origins gespeeld. Ja. Was het een gameplay game of was het een story game? Gameplay. De story was echt ondergeschoven kindje. Ja, maar dat komt omdat de laatste, wat jij ook toevallig noemt, heel veel mensen vinden Assassin's Creed 3 toch minder. Maar dat is eigenlijk omdat dat is de laatste Assassin's Creed die ze eigenlijk gemaakt hebben voor de hardcore Assassin's Creed fan. En dat bedoel ik niet lullig, als je die game minder vindt, bedoel ik heus niet te zeggen dat je dat dan niet bent of zo. Maar het is meer... Wat je merkt is op een gegeven moment bij deel 4, toen begonnen ook de jaarlijkse releases wat meer echt, werd het nog meer gepusht, zeg maar. Deel 4 is in principe een piratengame. En heel veel mensen zijn het eigenlijk er ook mee eens, maar dat vinden ze helemaal niet erg. Want ja, scheid, ik speel Assassin's Creed pas sinds 2011, wat de fuck kan mij het schelen? Dan is dat hartstikke logisch. En hetzelfde development team heeft natuurlijk Origins gemaakt en daar merk je gewoon weer hetzelfde. Het is heel erg... een soort Witcher-achtige gameplay in Assassin's Creed maken. In elk interview hebben ze het ook alleen maar over gameplay. En het vechten is anders, en het klimmen is anders, en het ziet er anders uit. En oh ja, je speelt by the way de eerste Assassin. En dat is wel geinig. Ja. Wat het grappige is, dat ook in de lore van Assassin's Creed komt heel Bayek niet voor. Terwijl zijn vrouw, wat ik eerder al zei, wel voorkomt. Die wordt gereferenced in 2 in Brotherhood. Die heeft haar eigen standbeeld onder de Auditore Villa in de oude delen. Ja, dat is natuurlijk super geil voor elke Assassin's Creed fan om haar dan te zien. Ja. Maar goed, Ubisoft gebruikt die tactiek niet meer. Dus, nee. Sum up. Griekenland zou vet zijn als je heel erg van de story houdt en je wil de lijnen weten tussen Origins en oude delen en dan Grieks. Verhaaltechnisch, ja. Maar als we kijken naar gameplay, dan zou waarschijnlijk een Assassin's Creed met ninja's wel echt heel erg vet zijn. Heel ziek. En dat kan ook verhaaltechnisch. Ja, het kan ook wel. Vertel dat, hoe de fuck zijn de Assassins in Azië gekomen, vind ik ook boeiend. Alleen het is natuurlijk wel weer dat je een balletje gaat rollen met Origins en die dan vervolgens gewoon in één keer weer afkapt. Ja. Dat is zonde, maar goed. Kan later nog een keer terugkomen. Ja, oké. Okay. Is mogelijk. Is mogelijk dat hetzelfde team nu naar Griekenland gaat? Dat zijn meerdere ontwikkelteams, bedoel ik. Dus dat het Origin team gewoon een Griekse... nu bezig is met een Griekse game. En dat een ander team al 4 jaar bezig is met een Japanse game. Een beetje de Call of Duty... Dat doen ze ook. Het zijn meerdere studio's die games bouwen. Ja, dat doen je sowieso. Ja. Nee, dat zou ik ook niet. Het is toch jammer dat Ubisoft qua story... Ik merk het nu ook heel erg aan Far Cry 5. Ik vind de premise van... van het feit dat je in een secte zit, vind ik heel leuk. Ik hou heel erg van sectes. De games is ook een soort secte, hè? Als je is ook. Is ook. En dat vind jij heel fijn? Ja. En ik heb van het idee van secte. En ik had, als ik Ubisoft was, heel erg die secteleider... alles om die secteleider laten draaien, weet je wel? Zoals ze ook met Vaas deden in Far Cry 3. Dat was een super vette antagonist. Heel vet. Maar je merkt dat ze daar ook met Far Cry een beetje van afstappen. Het is veel meer gameplay georiënteerd wat ze laten zien. Terwijl, laten we eerlijk zijn, de Far Cry gameplay is nou niet het meest anders. Vernieuwende. Nee. Maar het verhaal is juist heel vernieuwend. Dus ik vraag me af hoe Ubisoft dat zelf ziet. Ja, ik wou dat even Yves Guillemot, de directeur van... Yves. Ja, Yves. Would like you to know. Nou goed, ik vraag me hoe Yves dat zelf ziet. Maar ik merk daar struggle. Zeker nu ook deze week de geruchten kwamen van een nieuwe Splinter Cell. Vet, Lau. Dat zou heel storydriven moeten zijn, want Splinter Cell kan niet zonder story. Nee. Dus dan gaan ze dat toch weer doen. Ik vind het lastig. Dan denk ik toch ook weer, bijvoorbeeld bij zo'n Splinter Cell, zie je het dan ook waarschijnlijk alweer snel gaan op van, oké, we hebben... Ik weet niet, ze zoeken een beetje formuletjes. Een beetje zoals Far Cry 3
eigenlijk de formule is voor alle Far Cry's daarna. Ja. Dat ik heb een beetje het gevoel dat ze dat heel erg zoekende zijn bij Assassin's Creed. Want dan heb je Unity, ja, combat weer iets te moeilijk. En Syndicate weer een beetje tweaken. En ik heb een beetje het gevoel dat ze met die jaarlijkse release aan het zoeken waren van oké, waarmee kunnen we mensen palmen zoals we dat met Far Cry 3 hebben gedaan. Want mensen klagen wel een beetje... Of met Assassin's Creed 2. Maar ja, daar zijn ze vanaf. Ja, dat was inderdaad Assassin's Creed 2, dan kreeg je 2, Brotherhood Revelations 3, die hadden allemaal een beetje dezelfde vibe qua gameplay en daar pakten ze heel veel mensen mee. Ja, en dat werd dan op een gegeven moment saai vanaf deel 4 en toen zijn ze weer gaan zoeken, heb ik het idee, naar een gameplay formule die ze makkelijk per jaar kunnen uitbreiden, waar ze niet te veel aan hoeven te doen. Salim, je moet veel editen. Want het is een lange video, maar ik vond het wel een leuke discussie. Ja, is het ook. Ja, ik hoop dat Ubisoft niet meer zo bang is voor story. Want ik heb het idee dat al jullie hardcore fans van het eerste uur dat juist zo fijn vinden in jullie games. Zeker. Aan de andere kant, de Division doet hartstikke goed. Rainbow Six Siege doet het fantastisch, heeft nul verhaal. Dus misschien lullen we onszelf. Maar het verschilt gewoon een beetje. Joost, bedankt voor het kijken. Salim, heb je nog een tip? Wat bedoel je? Laat een stelling achter voor volgende week. Op YouTube of op Gamersnet, maakt niet uit. Gooi wat stellingen. Wat vinden jullie? Is het verhaal, gameplay? Moet het gecombineerd zijn? Of zeggen jullie nee, gameplay is veel belangrijker? Of nee, verhaal is belangrijker? Of nee. Oh, ik heb een mod in Minecraft, daar zit alles in. Ja, is ook. Je hebt geen games meer nodig. Minecraft en mods. En mods. Bedankt voor het kijken deze week. Bedankt Salim. Bedankt jullie. Peter. En ik bedank jullie. Nee, trouwens, ik zie jullie. Ik spreek jullie. Nou goed, weet je, de video is af.